Maar aan die Houthalense alleenheerschappij is een einde gekomen. Bree promoveerde vorig seizoen namelijk naar eerste. Op de wisseltrofee John Kuppes stonden beide ploegen zaterdag voor het eerst tegenover elkaar. Voor ons was dat de gelegenheid om zowel Houthalen als Bree aan u voor te stellen. Het arrest Bosman heeft ook in het basketbal een ware schokgolf teweeggebracht. Houthalen en Bree slaagden er zaterdag in om zonder Belgen aan de wedstrijd te beginnen. Bij Bree is Keith Scales een van de twee spelers die overblijven van de ploeg die vorig seizoen de promotie afdwong. In het buitenland vond Bree onder meer de Amerikaanse spelverdeler Dwayne Simpkins. Hij is 22 jaar en afkomstig van het Amerikaanse Maryland. Hij moet natuurlijk nog een beetje in de ploeg groeien, beter organiseren en zo. Maar 1-1 is hij ongelooflijk sterk. We gaan daar nog veel geniet van hebben dit jaar. Bree versterkte zich ook met 4 zogenaamde Eurospelers. Chris van Dinten is een van de 3 Nederlanders. Uit Frankrijk komt Stefan Gazzetta, een man die de ploeg vooral ervaring moet bijbrengen. De tweede Amerikaan, James Cully, zat zaterdag al na 10 minuten op de bank. Hij is nog maar 21 en pas afgestudeerd. Misschien is hij wat onervaren, maar dat is ook de bedoeling van ons Nederlanders, van die jongen ook mee naar omhoog te trekken. Bij Houthalen zorgt spektakelman Lindsay Howell andere orde. Mo Smit blijft dus alleen achter. Van de Amerikaan wordt verwacht dat hij net als zaterdag het luchtruim zal beheersen. Nieuw in Houthalen is onder meer spelverdeler Mac Kendall. Deze 22-jarige Nederlander komt van landskampioen Den Bosch. In eerste instantie een echte ploegspeler, iemand die de ploeg kan laten draaien. Die niet echt zoekt naar zichzelf, maar eerst de oplossing zoekt voor de ploeg. De andere Nederlander bij Houthalen is Gerard Akkermans. Hij komt van Weert. Als tweede Amerikaan rekent Houthalen dit jaar op Orlando Lightfoot. Hij moet supervedette Howell doen vergeten. Een ploegspeler die goed kan scoren, een goed driepuntshot, een schitterende verdediger, waar Howell een beetje minder was. Maar zoals gezegd, Lightfoot is voor de ploeg zeker zo rendabel als Howell dat geweest is. Houthalen haalde het zaterdag makkelijk met 97-76 van Bree. Zondag in de finale moest het nip de duimen leggen tegen landskampioen Oostende.